De politie heeft maandag nog meer illegaal vuurwerk aangetroffen in het appartement waar afgelopen donderdag een vuurwerkbom explodeerde. Het gaat om een stuk zwaar illegaal vuurwerk. Maar had het dan niet al eerder moeten worden gevonden? Nou, die vraag kan ik even niet beantwoorden. We zijn nu druk bezig om deze situatie veilig op te lossen. En de politie zal zelf onderzoek doen naar deze vraag. Want de situatie doet het op dit moment? De situatie is stabiel. Hè? De EOD is bezig om het stuk illegaal vuurwerk te stabiliseren. Zal het daarna veiligstellen en op een andere plek gecontroleerd tot ontploffing brengen. De omgeving van het Alphense Aïdaplein werd afgesloten door de hulpdiensten. Omdat de buren niet aanwezig waren, hoefde niemand te worden geëvacueerd. Anders hadden de woningen wel ontruimd moeten worden. Dat is gelukkig nu niet aan de hand. Als ik hier om me heen kijk, bijzonder veel hulpdiensten, is dat nodig? Dat is gewoon uit voorzorg, ook uit veiligheid voor de collega's van Defensie die deze gevaarlijke klus moeten klaren. Ja, want u zegt zwaar illegaal vuurwerk, dat is niet één cobraatje als er zoveel mensen hier staan. Het is een stuk zwaar illegaal vuurwerk, zoals ik eerder zei, ja. De politie is na de jaarwisseling gestart met het forensisch onderzoek naar de vuurwerkexplosie. Op Oudjaarsdag ontplofte in de flatwoning aan het Aïdaplein een vuurwerkbom. Een 38-jarige Alphenaar raakte zwaar gewond. Hij liep zwaar lichamelijk letsel op en ligt in het ziekenhuis. Meneer, wat heeft u meegekregen van de explosie? Nou, ik zat in de woonkamer, een harde knal, net vuurwerk onder de parkeergarage, wat ik hoorde. Dat klinkt lekker hol. Dus ja, het was daar. Een doffe knal. En toen we uit het raam keken, ja, toen zagen we inderdaad wel dat er wat tumult was. En dat er wat mensen inderdaad daar achter de flat keken. Niet gerealiseerd dat dit gelijk een explosie was met een halve woning die eruit ligt. Nee, totdat ik de sirenes hoorde inderdaad van, hey, dan ga ik hier met even kijken. En toen kwam alles op gang. Soms hoorden we daar wel eens vaker een knal vandaan komen. Maar nu is er dus wat ernstig gebeurd. Ja. De politie heeft een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn opgepakt. Hij was samen met het slachtoffer in het appartement aanwezig op het moment van de explosie. Het slachtoffer zelf is nog niet aangehouden en verhoord. Dat komt omdat hij nog niet aanspreekbaar is. Wat we tot nu toe weten is dat daar vermoedelijk met illegaal vuurwerk men aan het rommelen geweest is. En dat tot een ontploffing heeft geleid. En met aanzienlijke schade en ook zwaar lichamelijk letsel. Je ziet dus wel wat de gevolgen kunnen zijn van zwaar illegaal vuurwerk. De bewoners van 15 à 20 woningen in de flat werden geëvacueerd. Zij mochten 's avonds naar huis nadat de explosieve opruimingsdienst de andere stuks illegaal vuurwerk had opgeruimd. Het appartement waar de explosie plaats had is voorlopig onbewoonbaar door de schade.